architect Marlies Romer. Zij ontwerpt heel veel verschillende gebouwen, heeft met het bureau ook heel veel prijzen gewonnen. En nu ga ik met haar langs een aantal van haar oudere ontwerpen om te zien hoe het ervoor staat. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat er van mijn oude gebouwen is geworden. Hebben ze het dan destijds overleefd? Functioneren ze goed? Verouderen ze mooi? What happened to? Marlies, waar gaan we naartoe? We gaan nu naar Amsterdam-Noord, naar het Amerbos. Daar staan 100 aanleunwoningen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat erbij ligt. Oh my god. Wat is er, Marlies? Gaat het? Nee, ze hebben de kozijnen hebben ze een andere kleur gegeven. Ik word echt niet goed. Nou ja zeg. Het is gewoon allemaal donkerrood. Help. Oh, wat is het vies geworden. Dit project is dus 16 jaar oud. En die beton die is hartstikke zwart. Maar dat vind ik nog niet zo erg. Want alleen die bovenste rand die is wel heel smerig geworden. Ja. Iedereen heeft het nu over duurzaamheid. Maar dat is nou wat ik wil kijken. Van die gebouwen die ik ontworpen heb, kunnen die nou een beetje de tand des tijds overleven? En je ziet hier dat dat gewoon niet het geval is. Oeps. Ik hoor een oeps. Ja, die dakrand, man. Dat is echt. We hebben dat wel allemaal naar binnen gedetailleerd om te zorgen dat daar geen vuil op de gevel komt. Maar je zit hier wel naast de snelweg. Dus ik had toch moeten bedenken, naast de snelweg moet je gewoon niet van die lichte beton toepassen. Moet je gewoon niet doen. Maar we gaan het schilderen hoor. Ik ga de opdrachtgever vragen of dit allemaal wit schildert. Lekker vrolijk. En je moet je voorstellen, ik mocht hier een hele grote galerijflat neerzetten. Gewoon zo één. En toen heb je ik mocht dus dit bouwen. Nou, zoiets moest ik maken. Eentje waar al die 100 woningen in zouden komen. Ja? En wat ik gedaan heb is het bestemmingsplan veranderd. En ik heb 3 losse volumes neergezet. Nou, dat werkt volgens mij nog wel heel goed. Dan gaan we hem even in de goede richting zetten. Ja? Daar op de betontegels. Je bent hier wel gevraagd om maar even lullig te zeggen, om tussen hele lelijke gebouwen iets te maken. Daar zit je wel een beetje aan vast dan. Ja, maar dat is wel heel leuk hoor, als architect. Dat je altijd ergens uitkomt wat je niet zelf verzonnen hebt. Kijk, wij zijn natuurlijk geen kunstenaars, het is toegepaste kunst. Dus juist, hoe meer eisen, hoe meer wensen, het kan niet gek genoeg zijn. Want dan moet je altijd een soort list verzinnen. En iets maken wat meer is dan de som van al die eisen en delen en het programma van eisen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden. En dan probeer je dus, ook met al die bewonerswensen erbij, om iets te maken wat er bovenuit stijgt. Ja. Ik heb 3 aparte volumes gemaakt waar dan samen 100 woningen in zitten. En heb je ook transparantie, kan je daar zien, naar dat gebied daarachter. Dus dan zie je ook dat groen daar, zie je nog vrij goed. Dan heb ik altijd 1 woning weggelaten, zodat je vanuit dat binnengebied altijd naar het landschap daarachter kan kijken. Ik had steeds zo'n schilderij van Escher had ik op mijn netvlies. Met een soort turbulente, verspringende galerijen. Nou ja, waar iedereen dan lekker buiten kan zitten als una giornata particulare. Dat was het idee. Een beetje ordinair naar elkaar grillen. Dus je ziet dat je eigenlijk een hele merkwaardige woning hebt. Met allemaal scheve hoeken. En dat valt natuurlijk helemaal niet in te richten voor die mensen. Kijk, 812 geloof ik. Dit is alleen een brievenbus. Waar had ik de bellen ook alweer ontworpen? Hallo? Oh. Nee, dit is echt een van mijn eerste projecten. Het is wel leuk hoor, om terug te zien. Het ziet er echt nog wel goed uit. Ja. Een ander detail is die betonnen huisnummerblokken. Daar houdt die gele beton trouwens wel heel goed. Maar daar heb je gewoon minder last van weer en wind. Zoek je eigen bel, Marlies. Zoek je eigen bel. Nou, hier wordt het. Oh ja, kijk hier. Ja, maar Marlies. Wacht. Waarom zit die zo onhandig zo? Waarom dan niet hier? Nou, dat had dan weer. Nou, dat is nou zo'n vraag. Dat had dan weer met aanpasbaar bouwen te maken. Je moet met een rolstoel. Moet je dus hier. Oh ja, je moet. En dan mag die echt geen millimeter hoger. Kijk, dat is natuurlijk echt inderdaad een heel bizar detail. Hi, ik ben Marlies Romer, ik ben architect. Ik heb een beetje natte hand. Nou, dat geeft niet hoor. Waar ik zo benieuwd naar ben, is of dat idee van een kleine gemeenschap, of dat werkt. Komen jullie elkaar hier tegen? Nou, ik heb gisteravond al met dat hele ringetje hier op de kaas van nu gehad. Dus dat werkt zeker. We kennen elkaar goed. We kennen elkaar allemaal.
We helpen elkaar. Ik ben ook ontzettend benieuwd hoe u dan zo'n huis ervaart met al die scheve hoeken. Ja, nou ja. Kijk, ik kwam hier binnen en ik vond het ongeveer het allerleukste wat ik had gezien. Want ik vind het verrukkelijk dat zo'n vensterbank omhoog loopt en er geen muur recht staat in mijn huis. Ik heb eigenlijk geen op- en aanmerking, hoor. Alleen de man die het laminaat legde, die werd natuurlijk gek. Maar dat was ook wel weer leuk. Als je in mijn slaapkamer kijkt, dan ligt natuurlijk alles zo. Hij is gewoon, dit is geweldig. Dus die is hier van 9 uur 's ochtends tot, ik geloof, 11 uur 's avonds. Zijn ze met z'n tweeën bezig geweest, zwetend en wel. Ja. Maar je vond het was wel de bedoeling dat dit wit was, hè? Ja, nou, dat is dan heel jammer. Ik vind dit rood prachtig. Ciao. Ciao, Sophia. Dit is een Phoenix-locatie. Het zijn alleen maar tweelaagse, drielaagse, hoofdzakelijk woningen. En zo'n school, die staat er echt, vond ik, die moest er als een soort kathedraal in staan. Zodat er nog iets een beetje bovenuit steekt. Ja, kijk, daar zie je hem. Nou, kijk, die sporthoren die staat in het midden en dan heb je de speellokalen onder, de gymzaal daarboven en daar op het dak een buitensportveld. En dan kan je dus eigenlijk helemaal op die school klimmen en steekt die school er op zijn beurt weer als een kathedraal bovenuit. Het ligt er niet gek bij, hoor, vind ik. Maar er is een hek voor verschenen en dat was er nooit. Maar deze mooie bank, die stond ook helemaal vrij. Dus daar konden ouders van twee kanten op zitten en hier op hun kinderen wachten. En hij diende als een soort hekje, zodat kinderen niet de weg oplopen. Nu zie je eigenlijk dat doordat die plantenbakken ertussen zijn gezet, dat je er niet meer aan twee kanten op kan zitten. Ja. Ja, ik vind het er nog steeds wel heel goed bij liggen, hoor. Ja. Je ziet wel, het is gewoon 15 jaar oud. Je ziet dat het metselwerk, het houdt zich prachtig. Het wordt alleen maar mooier. En ik moet zeggen, die houten puien vallen me ook mee. Die sporttoren heeft een soort rauwheid die ik ook eigenlijk wel heel erg leuk vind. En hier worden dus de buurtfeesten gehouden en de schoolfeesten. Hier komt Sinterklaas aan. En dat is wel heel leuk, dat je eigenlijk een soort buitenpodium hebt. Goedemorgen, Marlies Romer, architect. Hi. Kijk hierboven, je kan hier door de vloeren heen kijken in deze school. Ja, dit rooster is heel praktisch voor juffrouw's met hakken en korte rokjes. En waar we heel blij mee zijn, dat zijn de nissen en de werkplekken die we heel goed gebruiken. We hebben dus uit de lokalen overal een klein vierkante metertje wegbezuinigd. Want het is een Daltonschool en dat gaat over zelfstandig werken. Het idee was dus om hier dan allemaal aparte plekjes en hoekjes te hebben, dat de kinderen die dat aankunnen, dat ze hier apart kunnen werken. We hebben de nissen verdeeld per groep. Dus op die manier zijn er wel vaste afspraken over, maar er wordt elke dag heel veel gebruik van gemaakt. Zijn er nou dingen waar je van zegt dat werkt eigenlijk niet zo goed? Daar is een verwarming, maar dan hebben ze daar een plaat voor gemaakt. En als er nou bijvoorbeeld je gumtje, want je kan er dan niks meer pakken als er dan iets invalt. Dan ben je het gelijk kwijt, want je kan daar niet meer pakken. Het is wel leuk dat je dat zegt, want tegenwoordig maken we eigenlijk nooit meer radiatoren. Maar we maken nu altijd vloerverwarming, zodat het lekker warm is op de grond. En dat brengt mij meteen ook op een vraag aan u. Hoe is het klimaat in de school? Nou, we hebben nog wel inderdaad wat tips voor de ventilatie. Want we hebben op zich, als u daar kijkt, alleen ramen die boven open kunnen. Wat wij graag zelf fijn hadden gevonden waren schuiframen die ook kunnen schuiven, zeg maar. Ja. Veel meer te openen ja, ramen. Ja, precies. Weet je hoe ik het vroeger bedacht had? Dat eigenlijk de hele buurt hier een sleutel van het hek had en dat iedereen er zelf op kon spelen buiten schooltijd. En dat omdat je hoog zat, dat al die ouders die hier omheen wonen, die kinderen wel goed in de gaten konden houden. Ja.
Ja, dit is een gebouw van zo'n kleine 15 jaar oud met een sporttoren in het midden en de lokalen aan twee kanten. En kijk, je hoort de schoolbel al. Dus aan de rustige kant de lokalen en die sporttoren die zit in het midden. En je hebt hier een tribune en je kan het hele gebouw kan je zo opklimmen. En het idee was altijd, ik ging heel vaak krantenartikelen uitknippen, ook over dikker wordende jeugd. En ik heb een boek geschreven, dat heet Bouwen voor de Next Generation. Dat ging eigenlijk over al die fenomenen als computercultuur, dikker wordende jeugd. En toen dacht ik, ik moet een gebouw maken wat over sport en spel en beweging gaat en helemaal opklimbaar is. Waar gaan we nu naar kijken? We gaan nu naar Lelystad, naar een heel gewoon straatje in een uitbreidingswijk. Hier is het. Oh, help, die schuttingen. Toen had ik een heel mooi raam, een hele mooie zijgevel gemaakt. Het hebben ze helemaal dichtgebouwd met schuttingen. Ja, daar ga ik zo even een hartig woordje over praten. Oh, kijk dan daar. Daar hebben ze gewoon van die midden over die puien een rolluik gelegd. Durf je wel uit te stappen? Nee. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Wat gaat er door je heen, Marlies? Ja, dit vind ik echt best heftig. Dit. Ja? Ja. Wat is het allereerst wat je op wat nu heftig is? Kijk, ik had altijd bedacht dat je hier in die serres, daar dus, vouwpuien zou doen. Dus dan kon je hier van je woonkamer in één keer een terras maken. En dat is er op het laatste moment uitbezuinigd. En nu ik dat zie, hadden we dat niet moeten doen. Iedereen heeft gedacht, die openvouwbare pui heb ik niet. Ik ga er zelf wel iets voor maken. Dit is echt niet mijn schuld, hoor. De opdrachtgever die vond het te duur, want deze woningen kosten 100.000 gulden, hè, om te maken en om te verkopen iets van 125.000. Al die vouwpuien die daarin zaten, zijn dus niet gemaakt. Maar ach, het is ook wel weer grappig. Dan gaat iedereen daar iets voor maken, maar je ziet gewoon, er is iets misgegaan waardoor het gewoon niet werkt. Het is niet zo dat je zegt van, nou, het idee, het concept is zo ijzersterk dat het alles kan hebben. En je moet als architect gewoon heel erg voet bij stuk houden soms. En op een zwak moment, maar ja, het gaat ook om geld. Hi, ik ben Marlies Romer, ik ben de architect. Is het heel onbeleefd om te vragen of we even binnen mogen kijken? Nee, dat is niet. Dit is dan de, had ik als eetkamer bedacht, deze serre. En als je dan deze pui open zou kunnen schuiven, dan zou je eigenlijk binnen buiten kunnen eten. Dat was eigenlijk het idee. En kunnen jullie nou ook zeggen wat jullie hier goed aan vinden en waar jullie van zeggen van nou, denk daar nou nog eens over na? Nou, je ziet dat iedereen een beetje de gordijnen dicht doet. Dus het bevalt tot op zekere hoogte. Ja. Je moet je wel voor kleden als je gaat eten hier. Ja, dus je kan niet... Je de kan niet... haartjes goed. Nee. Het is een soort etalage. Ja, je kunt niet, zeg maar, gewoon ongeschoren met de badjas op 6:30 hier even een eitje gaan eten. Nee, dan zijn de gordijntjes wel dicht, ja. Wat je tegenwoordig eigenlijk altijd doet, is zonwering mee ontwerpen. En dit soort grote glasvlakken op het zuiden, die maak je gewoon niet meer. Want dat geeft een veel te grote warmteoverlast. We zijn nu veel meer bezig met het klimaat, met het binnenklimaat van de woningen. Dat er geen oververhitting plaatsvindt. En dat was zo'n 15 jaar geleden, toen ik het ontwerp hiervan op de tekentafel had, was dat niet zo'n item. En mensen maakten er dan gewoon zelf zonwering in. Maar dit is helemaal buiten het huis omgebouwd. Of ja, wat hoort nou nog bij het ontwerp? Hoort dit bij het ontwerp? Nee, juist niet. Dit hebben ze er allemaal tegen aangebouwd. Dus je ziet dat deze kopgevel, die ik eigenlijk als een straatgevel, een rooilijn heb ontworpen, daar hebben ze een stukje bijgepakt. En hier hebben ze gewoon carports, bergingen gemaakt. En eigenlijk het hele idee van die kopgevel met dat mooie raam erin daar, daar hebben ze van gedacht, nou, dan kan je in plaats van groen, hè, zoals aan die andere kant, hebben ze daar gewoon van die schuttingen voor gezet. Ja, en daar moet je dus als architect wel op voorbedacht zijn. Kijk, hier zie je die bossen. En daarachter ligt de zee trouwens.
En op dit prachtige terrein, daar zijn we. Daar komen we bij de Zeester uit. En dat is een psychiatrische inrichting. Het heet nu allemaal anders. Wat het leuke daaraan is, is dat ik daar een dag verblijf voor cliënten, zoals je dat noemt. Voor de cliënten heb ontworpen. Waar ze allerlei eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten. Jeetje, die ligt er nog goed bij, zeg. Oh, het is wel echt leuk om te zien. Mevrouw Homer. Welkom bij de Zeester. Oh, wauw. Jeetje. Leuk om dit weer te zien. Dit is nou echt een gebouw wat hartstikke mooi verouderd. En die patrijspoorten die je daar ziet, die hebben we dus met de cliënten samen gekleid. Het zijn eigenlijk een soort grote overschotels die we gewoon in het metselwerk meegenomen hebben. En die zijn zo klein, omdat de cliënten niet overal naar buiten mogen kijken. Ze moeten juist overal naar buiten kunnen kijken. Maar ze mogen niet overal naar buiten. Dus ze mogen op hele specifieke plekken, zoals hier bij deze grote pui, mogen ze naar buiten. Maar verder wilde ik mensen toch heel graag ook licht en lucht geven. Dus dat ze overal even, ook liggend op de grond, naar buiten konden kijken. En daar zijn al die ronde gaatjes voor. Het gebouw vervuilt zo mooi, want het is wel vies, maar het stoort eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat het gebouw alleen maar mooier wordt erdoor. Ja. Maar dit had ook zo'n geweldige opdrachtgever. En het is echt waar, een gebouw wordt gewoon zo goed als je opdrachtgever. Kijk, dit is het huisnummerblok. Het is nummer 1. Ja, ik wilde er eigenlijk een heel robuust nummer van maken, zodat je dat vanuit de verte goed zou kunnen zien. En dat de cliënten meteen weten waar ze moeten zijn. En daarom is het zo prominent aanwezig. Hallo, Isolde. Hallo, Daniela. Hoi, Isolde. Hoi, Daniela. Hallo. Nou, we staan hier in de hal. En bij een hele grote trap. Ja. En in eerste instantie hadden we echt zoiets van, oh, wat een grote trap is dit. Ja. Zeker als je bovenaan de trap staat en naar beneden kijkt. Ja, hij is best... Ja, hij is iets te stijl, hè? Vind je ook niet? Ik had heel graag hier een tussenbordes in gemaakt. Om allerlei redenen is dat er niet gekomen. Maar dat had er gewoon absoluut in gemoeten. En dat zijn dingen waar ik zoveel van geleerd heb. Dat ga ik echt nooit meer zo doen. Kijk, het is heel normaal dat je een gebouw nog eens een keer een tweede ronde geeft. Want als architect spreek je niet alle mensen die het gebouw later gaan gebruiken. En waar het eigenlijk om gaat, is zo'n gebouw aanpasbaar genoeg? Is het mogelijk, laat zo'n gebouw zich makkelijk aanpassen? Of is het concept zo dwingend dat dat eigenlijk bijna niet kan? Ja, het is ook geweldig, hè? Dat daklicht hier. Ja, het is zo mooi. Ja, het is echt gewoon super. Misschien mogen we even binnen. Zijn hier kijken. Je hebt het gemaakt als een patrijspoort. Dat je... Ik dacht, bij sommigen kan je liggend op de grond kan je naar buiten kijken. En dan zie je dat prachtige groen hieromheen. Nee, dit is ook weer zo'n multifunctionele ruimte. Het idee was dus dat je gewoon dit kon doen. Woehoe! Het eten is klaar. Kijk, hier rechts. Dit is ook een project van ons. Dat zijn mijn gemorfde stoelboerderijen. Deze fijne schuren hier. Ja, daar hebben we nu even geen tijd voor, want we rijden natuurlijk door. Maar God, het staat er ook niet slecht bij, zeg. Oh, leuk. Ze hebben allemaal schuurtjes eraan getimmerd. En fijne schuttingen. Kijk eens even. Wat een huisvlijt. We gaan naar Almere Buiten, het wilde wonen. En die verkeershobbels zijn eigenlijk het wildste wat ze hebben. Later hebben ze het ook veranderd in gewild wonen. Is Almere niet sowieso de speeltuin voor architecten? Ja. Oké, we gaan op zoek naar het wilde wonen. Waar alles mag. Oh ja, en er was dus ook geen welstand, hè, hier. Kan ik wel zien, toch? daar is het. Zo, het is wel lekker radicaal, zegt dit project. Daar ben ik echt wel trots op. Kijk of die mensen daar dan een beetje leuk in wonen. Of dat ze ten onder gaan in mijn concept. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor. U woont hier? Ja. Mogen,
Mogen wij misschien even bij u binnenkijken? Ja, natuurlijk. Komt u binnen. Echt waar? Ja. Dit is namelijk de architect van, het, van uw woning dus. Ja. Oh, leuk te ontmoeten. Hi, ik ben Marlies Room. Ja. Maar de verhuisdozen zijn niet omdat u weggaat hier. Niet omdat ik wegga. Nee. Gelukkig niet. Oh, wow, kijk. Zo. Het is lekker ruimtelijk, is het. In Nederland heb je altijd dat probleem met die vitrages. Dus ik dacht, ik ga iets doen met dat open-dicht. En ik maak een soort zone tussen die woning en de stoep. En dan kan je hier zo, als op een veranda, kan je hier zo lekker zitten. En een beetje naar de buren kijken. De eerste keer toen ik hier in het huis kwam, dacht ik van, nou, die luiken zijn dicht. Dus dat geeft een heel beklemmend gevoel. Want ik had zo van, ja, ik heb altijd wild kopen hebben. En nee, het voelde prettig. Het moet wel even een beetje schoongemaakt worden. Kijk. Ik hoor hier een lichte opdracht van Marlies naar de bewoner. Ja. Klopt. Oh, het ziet er echt nog goed uit, zeg. Dit project, dat houdt, het houdt echt goed. Ja. Dan zijn er nou dingen waar u van zegt, van, dat werkt echt voor geen meter. Daar zou die architect eens even een beetje goed over na moeten denken. Eén dingetje, dat in Nederland regent het veel. Als je van binnen naar buiten gaat, loopt het water in je nek. Dus eigenlijk is het gevoel hier alsof je gewoon een soort emmer water op je kop krijgt. Ja, maar het is inderdaad dat zo hier, je creëert weer een soort Niagara Falls zo, ja. Omdat het schuin loopt. Dus wat ik wel had kunnen doen hier is een klein gootje maken. Waardoor je dat water opvangt en dan een spuwertje links en een spuwertje rechts. Dat schrijf ik even op zo. Nou, wat hier echt weer te geestig is voor woorden, is dat je dan denkt, oké, okay, als architect, ik maak luiken, ik maak een mogelijkheid tot gereguleerde privacy of juist dat je op je veranda zit voor je deur. Maar dat ze dan daar een heg gemaakt hebben er nog voor. Zo van, ik doe mijn luiken open, maar ik zet er eens even een flinke heg voor. Heel creatief. Het grappige is dat dit gebouw is ons meest gepubliceerde gebouw. En het gaat nog steeds van China naar Korea. En er wordt nog steeds naar gevraagd, ook na 15 jaar. Het lijkt eigenlijk niet zo erg op woningbouw. Absoluut niet, nee. En dat is natuurlijk wel fantastisch dat deze opdrachtgever, die heeft ons een complex laten maken wat niet echt op woningbouw lijkt. En dat is in deze tijd van crisis is dat niet meer te doen. Nee? Nee, alles wat je nu maakt, dat moet gewoon verkopen en dat moet helemaal conform zijn, marktconform. En zo'n project, dat zou je dus nu in deze tijd gewoon niet meer kunnen maken. Jammer. Hier is het net af. Dit is hoe het nu is. Ja, het is een beetje zoek de verschillen. Nou, eigenlijk behalve het groen zie ik helemaal geen verschil. En dat vind ik wel heel fijn om te merken. Want waar ik bij Amerbos nog dacht, het veroudert wel lastig, hè, met die vervuiling en zo, staat dit project er na 15 jaar echt nog perfect bij. En dat betekent dat dit soort materiaalgebruik, dat is wel iets voor de toekomst. In mijn vak zijn we zo hypey bezig. We zijn altijd bezig met het volgende project, the thrill, what's next. En daarom wil ik zo graag eens een keer terugkijken. En dan wil ik daarmee een agenda samenstellen, zo zou je het kunnen zeggen, voor de komende 25 jaar. Want ik ben nu, hoe oud ben ik? Ja, ik ben bijna 55. En ik zou heel graag nog, net als Herman Hertzberger, tot mijn 80ste doorgaan. Ik probeer op basis van deze tour eigenlijk een soort nieuwe agenda te formuleren van wat is nou echt belangrijk, wat doet er toe, hoe zijn die gebouwen in het gebruik, wat kan je beter laten, hoe modieus zijn ze, hoe sterk zijn die concepten, kunnen die de tand des tijds overleven. Dat vind ik allemaal interessante vragen die iets gaan zeggen, ik weet nu nog niet precies wat, over hoe ik de komende 25 jaar wil insteken.